Tijdens mijn uh, promotieonderzoek rond leraren uh, ben ik op een heel merkwaardig gegeven gestoten. Namelijk dat er een aantal leraren heel bewust geen rolmodel willen zijn voor hun leerlingen. Bij navraag blijkt dan dat die leraren eigenlijk uh, een soort bescheiden houding hebben en uh, uh, dan zeggen van uh, het gaat niet over mij, het gaat over de leerlingen of het gaat om over het vakgebied. Of ze zeggen Um, eigenlijk ben ik geen rolmodel, omdat ik wil dat de leerling zelf leert nadenken. Ze hebben het dan over de hogere cognitieve, kritische vaardigheden om na te denken. Daarom geven ze ook niet zelf een mening. Nu als ik uh, het boek uh, hier even ter harte neem, uh, excuseer moet het omdraaien. Zeg, nee, het is zo. Um, een boek van Senet over de ambachtsman. Daar uh, heeft hij eigenlijk een pleidooi gevoerd over de uh, enorme impact van rolmodel zijn. Het is namelijk door te demonstreren dat een meester zijn kunde en kennis doorgeeft aan anderen. Denk maar aan de koks op televisie, hoe graag dat we kijken naar, een, uh, naar iemand die kookt en die tegelijkertijd uitlegt uh, hoe hij uh, tot een bepaald resultaat komt. Met zijn uh, verhaaltjes en anekdotes wordt het bovendien ook nog heel levendig. Dat is een veel belangrijkere en veel effectiever iets dan een droog receptenboek waar er alleen maar instructies in staan en volumes enzovoort. Ook wel handig, maar absoluut onvoldoende. Dus denk eventjes na, als we nu leraar zijn en we eigenlijk onze receptenboeken, onze kookboeken doorgeven aan onze leerlingen met kennis, zijn we dan eigenlijk wel volwaardig bezig in de overdracht van kennis en kunde. Het antwoord van uh, Sennet is dus duidelijk, nee, je moet ook een rolmodel zijn. En uh, ik zou eventjes Watslavik willen uh, parafraseren. Watslavik heeft gezegd, je kunt niet niet communiceren, je communiceert eigenlijk altijd iets, ook als je zwijgt. Zo zou ik zeggen, je kunt niet niet een rolmodel zijn. Ook als je zegt van ik ben geen rolmodel, ben je eigenlijk een rolmodel van iemand die geen rolmodel wil zijn en die zichzelf volledig wegcijfert achter de grote waarde van kennis die dan in kookboeken staat. Ik zou willen een vraag stellen aan leraren. Als je even nadenkt over de enorme impact van jezelf, wat je voortdurend aan het demonstreren bent, wat ben je dan precies aan het demonstreren? Van wat ben je eigenlijk, willen of niet willen, toch een rolmodel? Ik denk dat er daar drie zaken heel opvallend in zijn. Ten eerste kun je, zou je kunnen een rolmodel zijn van de kunde en de kennis, als het dan toch gaat over hogere cognitieve vaardigheden. Op welke manier demonstreer je die bij de, naar de leerlingen toe? Zien zij een leraar die zelf kritisch nadenkt, conclusies trekt, informatie ordent, selecteert enzovoort? Ten tweede uh, kun je een rolmodel zijn van een werknemer in een uh, organisatie. Je bent immers een bediende in een schoolstructuur. De leerling ziet dus voortdurend eigenlijk een werknemer en krijgt onbewust een model mee van hoe dat jij jouw uh, rol invult. Hoe is je relatie met je collega's? Hoe ga je om met de missie van de school? Hoe ga je om met het leiderschap met de directeur van de school? Uh, hoe uh, verhoud je je met de cultuur en wat doe je daaraan? Enzovoort. Dus bewust of onbewust, je bent eigenlijk aan het demonstreren hoe iemand in een organisatiestructuur werkt. En een derde punt is dat je voortdurend ook een demonstratie geeft van een burger. Je hebt een bepaalde kledingstijl, je komt met de auto of met de fiets, je vertelt over je sociale achtergrond, je hobby's, je kinderen, je partner enzovoort. Je toont eigenlijk een levensstijl. Dus heel interessant om na te denken over drie kanalen om rolmodel te zijn. Enerzijds die, die demonstratie van de vakinhoudelijke vaardigheden, uh, kunde of kennis. Hè. Uh, ten tweede, uh, werknemer zijn in een schoolstructuur. Wat toon je daar eigenlijk in? En ten derde, uh, burger zijn met een eigen levensstijl. Hm, toch iets om over na te denken.